Ik denk als je kijkt naar robots en wat die op dit moment kunnen in combinatie met kunstmatige intelligentie, dat we niet bang hoeven te zijn dat robots op een dag ons kantoor komen, binnenlopen en achter het toetsenbord gaan zitten. Wat de denkfout van veel mensen is dat het gaat om slimme software. Dus als jouw werk bestaat uit interactie met slimme software of met software in het algemeen, daar gaat de komende 5 jaar enorm veel in gebeuren. En dat is schaalbaar en dat gaat enorm snel. En de grootste en de snelste ontwikkelingen zitten dus op het gebied van slimme software en kunstmatige intelligentie. En de taak is voor mensen om te gaan nadenken welke taken die ik op dit moment doe, en niet mijn hele baan, maar welke taken, worden nu al bedreigd door of overgenomen door kunstmatige intelligente systemen. En als je daarop focust en nieuwe dingen bijleert, dan komt het helemaal goed.